schrik. Je laat me schrikken. Hè? Mooi. En daar staat Linda met dat gekke, achtelijke doekje om. Ja, hele goedemiddag, lieve vrienden. Ja, ik heb gisteren weinig vlog, want het zal vandaag wel weer wezen. Ben ik bang, maar oké, ik ga ook straks naar de kapper. Ja, want het wordt me wel mijn shirt te lang. Hé, hey, kan dat niet. En Rijke gaat natuurlijk met me mee. Die mag daar binnenkomen. Ja, ze meen dat de kappers waren niet mag, maar bij hun dus wel. En we gaan weer lekker gezellig mij laten knippen door Linda. En laten behandelen en we zullen beleven. Ik moet eerst de Rijken langs de gracht uitlaten en dan ga ik zo ook de stad in op die manier. Dus komt allemaal goed, lieve vrienden. Dus geniet van alles en wees welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Want ja, ik heb beesten, ja. Al zijn het er nog maar twee. Hé? Kan dat niet? Dat is nou de oudste. Kan Delphi, hè? En Rijker, ja, die is nog buiten in de tuin. En voor de rest zullen we het vandaag gewoon gaan beleven. Wat we gaan beleven, weet ik niet. Ja, we gaan naar de kapper en hoe daar rijlt en zeilt, weet ik ook niet. Dus het komt allemaal goed. Oepsie, je laat me schrikken. Hè, los. Zo. Dag allemaal. Hè, Dikkie Dik. Ja, het is net zo'n dikkie dik. Wat een dikkie. Ja, spinnen ook nog eens een keer. Maar oké, ik zou zeggen, het is hier raar, grijs, vreemd, moedeloos weer. Het heeft wel geregend, maar het is vaker droog dan er regen valt. Nou ja, dat heb ik veel liever, vooral als je naar de kapper moet, ja. Dan heb ik dat veel liever. Ik weet ook niet wat buialarm heeft opgegeven. Ik had vanochtend ook gekeken. Ik denk, regen? Ik hoor geen regen. En gekeken. Nou, het moet nou ook regenen. Maar het regent niet. Ja, raar hè? Valt boven zee. Dus ja, als het nu niet regent, dan is de poort ook. Die is gewoon keurig droog. Er zit geen spatje op. Vreemd. Dus ja, het komt allemaal goed. We houden gewoon vol goede moed. En ik zal de spullen pakken bij elkaar. En ik zal mijn jas aan doen. En de tuin van Rijka omdoen. En dan krijg Rijka er ook in. En dan gaan we lopen. Ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie doen gaan. Maar geniet ook van mijn vlog. Vind je ze leuk, abonneer je dan even. Vind je ze niet leuk, nou ja, dan ga je maar door. Ja, ga je maar naar een ander kanaal. Simpel. Maar, ook oké. Er zijn ook vlogs die waarschijnlijk voor jullie niet leuk zijn. Maar ja, ik maak ze wel. Dus ja, je hebt verdrietige dingen, je hebt leuke dingen, je hebt gezellige dingen, je hebt gekke dingen wat je meemaakt. Denk ik, ja, hier in Den Helder valt er nooit wat geks mee te maken en ik ben maar in mijn uppie. Ja, ik maak nooit wat mee. Nee, ik ben maar alleen. Ja, met een paar diertjes. Ja, en die doen er wel eens gek, maar dan ben je net te laat om je camera te pakken. Nou, daar kan ik ook niks aan doen, nee. Het staat niet in de voorspellingen van Rijker gaat dan en dan gek doen. Dus zorg dat je je camera bij de hand hebt. Of met Gandalf. Ja, dat gaat het er niet worden. Maar ja, oké, gedaan. De zaken nemen gewoon geen keer. En ik zou zeggen, ga gewoon lekker je gang. En kijk rond op mijn kanaal. Daar zijn genoeg leuke, gezellige vlogs te vinden. En dan geniet je er wel van. Ja toch? Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Ja, ik ook dom hè. Het is vandaag donderdag 29 oktober en we leven 13:49. Ja, dat had ik nog niet gemeld. Nee. Ik wens jullie wel welkom. Oh, er wil er ook nog eentje naar binnen. Kijk, dat is madame Rijka. Laten we die even naar binnen toe.
Hé, hey, madame? Hallo, ook goeiedag. Ook goeiedag. Ook goeiedag. Hé, hey, meisje. Maar ik ga jullie zometeen in elkaar klappen. Dan gaan jullie in die bruine tas uit de rollator. En die zal ik intuigen. Maar dan moet eerst even een deur dicht, anders is ze zo meteen boven. Hé? Ja, dat moet me niet, hè? Nee. Wat is Dikkie? We gaan zo lopen. We gaan naar de kapper. Ga je mee? Naar de kapper? Kunnen we weer lachen? Ja. Gaan we weer gek doen. Ondanks dat ik pijn in mijn rechter schouderblad heb. En dan links bovenin. Vlak onder mijn... Ja... Boven je nek en waar het hard is, daar doet het ook zeer. Dat is niet fijn, nee. Hoe komt, ik weet het niet, nee. Ik weet er echt twee keer niks van. Nou ja, komt goed. Ja toch? Gaat er zelf wel weer over. Het is zelf gekomen, moet het ook zelf weer over gaan. En anders maar niet, ik heb het vaker gehad. En dat is alweer lang geleden. Hé, Rijken? Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet en tot straks. Rijken, waar zijn wij? Waar zijn wij? Bij de kapper. Hé, kom je hier? Ja, bij de kapper. Hé? Rijka blij, hè? Oh, Rijka zo blij. Rijka zo blij. Hallo. Rijka. Ja, je bent blij, hè, meisje? Maar ja, jullie vinden het, lieve vrienden, we zijn bij de kapper aanbeland, dus tot straks. Nou ja, ik heb mijn kepel om en ze loopt die kant op om mijn planten spuit, dus ja, hoe en wat, ik weet het allemaal niet, maar de schaar gaat er in ieder geval in. En ik heb weer een kleurtje besteld, want mijn is zo goed toch, dus ik moet sowieso toch weer een nieuwe hebben. En dan komt het denk ik allemaal vast wel goed, ja. En daar wacht, dan komt ze net weer aangelopen, zie ik in de spiegel. Ja. Ja hoor. Ja hoor, zegt ze al. Ja hoor. Ik heb trouwens een hele nieuwe statief. Ja. Die kan ook nog, hoe zeggen ze dat? De achterkant kan ik losgekoppeld, tenminste, een knopje naar beneden doen. En dan kan die kantelen alle kanten op om hem stabiel te houden. Ja, als je aan het lopen bent of zo. Oh zo. Juist. Dat vind ik wel handig. Ja, zeker handig. Zeker handig. Ja, en ik blijf het jammer vinden dat er geen handdoeken over die spiegels heen kunnen. Nee. Vind je het leuk om jezelf te zien? Nee, ik vind het juist dat het moet een verrassing worden. Oké. Okay. Lekker lang haar, hè? Ja, het is echt behoorlijk lang geworden bij. Ja. Maar ik ben ook een tijd niet geweest. Vlak voor de zomer en toen meer. Nee, er kwamen andere dingen te kijken. Andere dingen tussendoor. Ja. Was Rijk al gesteriliseerd? Die werd... Nee. Nee, nou dat moest ik ook doen. Dat kost ook grappig vol geld. Dan heb ik mijn broertjebeestje weer in moeten laten slaan. Ja. Nou, dat kost ook vol met geld. Nou, gelukkig... ik heb een hele lieve vriendin. Dus meer een zus dan wat anders. Die heeft een 45 kilometer autootje. Ja. En ja, die noem ik een dinky toy dan ding. En daar zijn we mee naar Schagenbrug gereden om het zelf weg te brengen. Dus die korte van die ambulance heet er niet meer bij. Dat scheelt al in, dat is een flauw in het veld, hè? Ja, echt wel. Potjedorie, wat een nare die dan bij me weegt. Ja, echt. Ja, maar kijk, mijn vorige hond, dat is nog ineens geen jaar geleden. Dat was november een jaar geleden. Aankomende maand. Nou, en haar,
zei, kreeg ik ook eind november, begin december. Ja. Dus het is allemaal, ja, binnen een jaar allemaal weer. Ja, het gaat veel sneller. En dan krijg ik er ook nog, waarschijnlijk zoals tot nu, wordt daar weer een hond erbij. Oh, ben je er nog eentje? Ja, nou, die is eigenlijk van mij. Die staat op mijn naam, dus dan is die van mij. Maar degene die hem had, die wil hem niet meer, om wat voor reden dan ook. En dan gaat hij eerst een week in opvang bij mijn dochter, bij Karin, die de vorige keer met mij meeliep. Die neemt hem een week in opvang en daarna komt ze bij mij. En het is ook een vrouwtje. En het is een Border Collie Husky. Oh, en nog voor 3,5 jaar. Dat is een aparte combinatie, wel leuk. 3,5 jaar dat zal is. Oh, maar dat is wel leuk. Weer een nieuw beestje die je tegenhoudt. Ja, daarom. Maar ja, dat is wel iets voor jou hoor, al die beestjes vriendjes. En ik had Karin, mijn dochter, die gaat eerst nog kijken. Klikt het met haar honden? En klikt het met haar katten? En klikt het met de cavia? Doet het beest mee? Dan komt ze bij mij. Ja. Ik heb Kandolf nog, die rode kabel van. En Rijka, nou. Rijka gaat natuurlijk wel voor, hè? Die heb ik eerder. Nou, ik zie lekker niks, want ik ben zo wazig of wat. Nou, ik zie het allemaal wel. Ja, dat moet ook, hè? Dat moet ook gebeuren. Nee, ja, want toch was een verrassing. Dus wazig of niet, dat is zo. Ja. En mijn rechteroog, hè? Die is waas. En mijn linkeroog die is niet geholpen, maar ja, ik draag niet voor niks een bril. Nee. Maar ja, ze kijkt er straks naar verder, vind je ook niet? Dan doe ik hem even uit. Doe je hem even uit? Ja. Nou, lieve vrienden, jullie zien het. Ik heb het paard in mijn haar en daar staat Linda met dat gekke, achtelijke doekje om. Ja, Geweldig. Nou ja, hoe heet jij? Mustafa. Wie? Mustafa. Mustafa. Nou, dat was dus Mustafa. En er komt er nog een, die wil ook op de vlog. Hoe heet jij? De Miro. Jamiro. Ja, nou, moeilijke namen. Nou, mijn naam is ook moeilijk, hè, Corrie? Ja, Belinda. Ja. Gewoon normaal. Gewoon normaal. Ja. Hola. Maar ja, dit hou ik toch niet vol. Nee, hou je dit niet vol? Nee, ik niet. Nou, dan moet je op stop drukken. Ja, dat doen we. Ja, hoger stop drukken. Nou, lieve vrienden, ja, ik ben er weer blij mee. Gekapt er wel. Dat, ja, Linda moet hem weer even overnemen, want ik kan het niet van achteren doen. Hè? Nee, dat gaat een beetje moeilijk. Kijk, dan zie je zelf in de spiegel. Nou, mooi toch? Geweldig. Ja. Kijk eens aan. Helemaal toppie. Ah, superleuk. Ja, ik ben er blij mee. Yay. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks, tot thuis. Nou, lieve vrienden, ik weet niet of het nog netjes zit, want ik moest mijn capuchon op, want het regent hier best. Ja, maar ik ben er toch wel weer lekker blij mee, lekker weer kort gewiekt, etc. En ze zijn hier buiten ook weer voor druk bezig met allerlei dingen te doen. Ik zal dat jullie laten zien. En zo, dat weet ik zelf ook niet. Oh, met die struikenboel. Blijf even van de camera af. Je hebt hem al op je rug staan. Hé, hey, gek. Ja, je hebt hem op je rug. Ja, dus kranen. Nou ja, zijn ze daar weer best bezig. Ja, het is nat het buiten, kind. Het is nat buiten, hè, meisje. Ja. Wat voor dikke, ja. Niet leuk, hè? Nee, ja. Ik kan lekker ook drogen, hè. Lekker warm, die kachel. Ja, dankjewel, schat. En dankjewel, schat. Ga je gluren bij de buren? Hé? En hier hebben we er nog één. Meneertje Kandolf.
Maar oké, lieve vrienden, ik ga pakken. Ik had koffie gekregen, maar die heb ik daar niet op kunnen drinken. Nee, helemaal weer vergeten. Het stond ergens anders dan waar ik zat. Maar maakt niet uit, ik ga nou even een bak koffie doen. En hoe laat leven we nou? Half vier. En dan ga ik, denk ook maar eens, ik heb zin in wat. Ik denk dat ik nog even lekker een broodje klaar maak. Ja. Misschien dat mijn maag dan ook ophoudt, want die is weer weg dat opspelen van ik ga lekker jouw pest, je krijgt last van je maag. Dus op die manier is die bezig. Nou, dat wil ik niet. Dus eventjes wat tot me nemen. En natuurlijk heb ik weer een nieuwe tube. Ja. Ja, dat werd wel weer tijd. Dus dan komt die andere is bijna leeg. Ja, en die had ik ook alweer langer dan een jaar. Dus ja, dat mag dan wel, hè. Dus ja, dat komt ook wel goed, lieve vrienden. Dat enkel de kleur hierop is, ziet er anders uit dan ik boven heb. Maar ja, okidoki. Komt goed. Ik zou zeggen, hou vol goede moed. Ook vanwege het slechte weer. Daar heeft niemand zin in. We hebben liever het zonnetje van de keten hier dan naar buiten toe. Ja. Hé, Rijka? Die gaat op de bank leggen. Ook goed. Nou, ik zou zeggen, tot een fijne namiddag gewenst, ja, en smakelijk eten voor straks. En ook natuurlijk een hele fijne, liefdevolle avond wens ik jullie toe. Want het wordt denk ik maar weer donkerder. En dan moet je de lamp er weer bij hebben. Nou, daar heb ik momenteel even niet het kracht voor, omdat mij momenteel, ja, mijn schouderblad, mijn schedel daar, mijn voorhoofd en mijn onderrug. Nou, ik ga niet met die statief lopen te sjouwen waar die lamp op zit. Nee, geen zin in dit keer. Maar het komt allemaal vanzelf alweer goed. Ik weet ook niet hoe Karin dat doet, want die heeft ook een lamp en die doet hem ook niet aan. Nee, die... Nou ja, we wachten gewoon af voor ik bekijk het weer leven. In ieder geval een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En misschien tot laat op de avond en anders tot aan de andere kant van de nacht. In ieder geval, tot dan. Doei!